We willen met de leerlingen een video gaan maken, een interview met de twee onderzoekers die verbonden zijn aan het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. En we gaan nu met de leerlingen gaan we daar naartoe. We krijgen een rondleiding op het lab. En ik ben heel benieuwd naar hun invalshoek. Ik wil ook de verbinding leggen naar de jeugd en naar de jonge gezinnen. Als een moeder, een oma of een tante of een zusje de constatering borstkanker krijgt. Wat voor impact dat heeft op zo'n gezin. Maandag kunnen we allemaal dingen voorbereiden. Dinsdag gaan we dan naar het ziekenhuis om de echte opnames te maken. Dus dan weten jullie precies wat je daar zien. En daarna gaan we het script helemaal perfectioneren. En kunnen we dus 14 maart van 5 tot 7 helemaal bewapend met prachtige ideeën helemaal ver voor maken. Vragen met wat ze aan het doen zijn, waarom we mee moeten doen en dus waar het geld naartoe gaat. En dat zijn eigenlijk vooral de concrete vragen die je aan de onderzoekers moet stellen. Ja. En daarbuiten moet je gewoon een soort voor zorgen dat mensen die de video kijken denken, oh, ik moet echt meedoen hieraan. Dus moreel verplicht laten voelen om mee te doen aan die video. Als ik zeg maar zo'n filmpje zie en als ik zeg maar ik word niet het snelst overgehaald door een verhaal te hebben over het onderzoek. Eerder gewoon wat ze aan de wandel is en dan misschien iets kort over wat ze met het geld gaan doen. Maar niet echt heel uitgebreid over het onderzoek. Dus dat je ook alvast een beetje bedenkt van, oké, als ik een scène maak, wat zie ik? Maar dat de focus echt ligt op degene die geïnterviewd wordt. Dus dan zie je een beetje in dat beeld. Ja, wat staat er zie je ongeveer zo iemand. Een beetje zo. Dus ik vind het echt heel gaaf dat jullie meegaan, dat jullie de kans krijgen om naar het AVL te gaan. Want het is echt wereldwijd toonaangevend. Darling you. Over wat het idee was van deze. Dit overleg, deze voorbespreking voor de video. Het is best een hele lastige opgave. Ja, ze zijn heel enthousiast, maar waar gaan ze beginnen? Daarom ben ik ook heel blij dat we hier kunnen zijn. Dat we met elkaar, dat ze daar een beeld over hebben. Ik zeg maar, bij wiskunde heb je bijvoorbeeld altijd super moeilijke theorieën die ik dan nooit snap. En dan zet de leraar in de PowerPoint en dan snap ik het wel. Met beelden en plaatjes. Dat is echt een heel goed punt. Dat stelt ons in staat om onderzoeken te doen die niet door de reguliere financiers, zoals KWF, zoals andere organisaties, gefinancierd worden. Of die in de cel aanwezig zijn, ja of nee. En vergelijk het dan bijvoorbeeld tumor met normaal weefsel, hè? Is dat nou kenmerkend voor de tumor of zie je in alles zitten van het lichaam? Dus dat zijn alle verschillende dingen die we hier nu afwisselen. Ja. En hoe zou je dat dan promoten? Ja, dat vind ik alles is waar. In dat uitlegfilmpje gaat veel makkelijker worden, want je gaat gewoon uitleggen, maar die promotie, dan moet je echt weten hoe je mensen gaat aanspreken. Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Jeffrey, ook welkom. Ja, we gaan het hebben over Zaande Wandel. Dan gaan we nu naar het filmpje. En daar wil ik toch nog even aandacht voor. Want hier aanwezig zijn Wouter van der Hoef van het Micro College. Die zit daar. Ik kwam met het naar Wouter. Toen zei ik wil een nieuwe promotiefilm maken voor het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Waarom is Zaande Wandel zo belangrijk voor ons? En waarom is Zaande Wandel belangrijk voor het AVL? En om dat ook dichter naar de jeugd te brengen, zouden jullie dan die video willen maken? We hebben deze fantastische leerlingen deze film gemaakt, totaal eigen regie. Dat zijn Justin, Imme, Aurora, Minne, Ketting, Koen, Barry, Sebastia en Imke. En Hugo Peters die heeft dus gefilmd en de montage. Hij mag gestart worden, alsjeblieft. Wat is de reden voor Zaande Wandel? Ja, de reden voor Zaande Wandel is dat ik mijn moeder ooit verloren heb aan de school voor borstkanker. Ja, ik denk dat het een fantastische ervaring is geweest. Van mee te varen heb ik zeg maar, de Zaande Wandel ook dichter bij de jeugd willen brengen. De strijd tegen borstkanker. En ik vind dat de leerlingen van het Micro College zelf, wat natuurlijk al de gast hier was van Zaande Wandel in 2012,
dat ze nu een prachtige video hebben gemaakt. En wat men met name mooi vindt van de leerlingen is dat ze met een blanco A4'tje zijn begonnen. En dat ze het script zelf hebben geschreven, de video zelf hebben gemaakt, de montage zelf hebben gedaan. Zonder dat er enige bemoeienis is geweest van derde. Dus ik vind het een groot compliment aan het Hugo College en van de leerlingen dat ze zo'n fantastische film hebben gemaakt. En ik hoop dat het ook een eerste aanzet is om andere scholen ook te motiveren om zich in te zetten voor dit mooie en goede doel. En dat we de echte Zaanstreek met elkaar aan de wandel kunnen brengen in die strijd tegen borstkanker.